Barneveld wil een stoptreinverbinding tussen Apeldoorn en Amersfoort. In Apeldoorn deed de eigenaresse van een kat een lugubere vondst. Haar dier lag met een strop om de nek in een perkje. En hardlopen met de harde wind van vandaag is behoorlijk pittig. Ja, het eerste stuk tot en met 9 à 10 kilometer was toch wel zwaar, vals plat omhoog. Goedenavond, het nieuws van zondag 6 februari. Een automobilist zou afgelopen nacht doelbewust op een groep jongeren zijn ingereden. Het incident was op de Deventerstraat in Apeldoorn. Een man van 25 uit die plaats is aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De jongeren liepen rond 5 uur vanochtend over het fietspad langs de Deventerstraat. Een auto reed het fietspad op en schepte een van de jongens. Hij raakte lichtgewond. Een taxichauffeur die de mogelijke aanslag zag, zette de achtervolging in en waarschuwde de politie. De auto is uiteindelijk staande gehouden en de bestuurder gearresteerd. Er moet een stoptreinverbinding komen tussen Apeldoorn en Amersfoort. Dat wil de gemeente Barneveld. Behalve met de gemeente Apeldoorn, Nijkerk en Amersfoort zijn er ook al gesprekken geweest met NS en ProRail. Nu rijdt er alleen een intercity tussen Amersfoort en Apeldoorn. Barneveld wordt op die lijn overgeslagen. En dat moet anders. Op dit industrieterrein in Barneveld werken duizenden mensen. Een trein raast er een paar keer per uur voorbij, maar niemand die hier werkt kan met de trein op zijn werk komen. En omdat het knooppunt A30 en A1 bij Barneveld steeds meer dicht slipt, wil de gemeente er een station bij. De 4 gemeenten willen dat de trein stopt op nieuwe stations in Hoevelaken, Barneveld Noord, Stroe en Apeldoorn West. Binnenkort hopen de 4 verantwoordelijke wethouders met de minister van Infrastructuur over de plannen te praten. Morgen is er een informatieavond hierover in Stroe. Een kater is in Apeldoorn doodgevonden met een strop om zijn nek. Volgens de eigenares is haar kat, Slayer genaamd, vermoord. De vrouw heeft aangifte gedaan bij de politie. De voerbak van Slayer staat er nog, maar het beestje komt niet meer terug. Het dier is in een perkje in de buurt doodgevonden. De eigenares wil niet herkenbaar in beeld omdat ze bang is voor vervelende reacties. Ja, daar is tussen de huizen, in de struiken. Daar. Hij lag daar met een touw om zijn hals heen. Vermoord, denkt ze. Het dier was al een paar dagen niet thuisgekomen. En niet veel later hoorde de eigenares dat er een dode kat bij de dierenambulance was gebracht. Het bleek Slayer te zijn. Ja, dat was heel moeilijk. Heel moeilijk om te zien. En dat is heel triest. De eigenares heeft aangifte gedaan bij de politie. Ook heeft ze een briefje in de buurt verspreid om bewoners te waarschuwen. En omdat ze hoopt dat iemand iets heeft gezien. Vind ik gewoon echt smerig, ga ik het zo uit mag drukken. Dat ze zo'n katje en een touw om de nek heen doen. En ik heb het ook helemaal niet in de gaten gehad dat hier achter is gebeurd is. Nee. Tot nu toe zijn er nog geen tips bij de politie binnengekomen. Apeldoorn was vandaag even de hardloopstad van Nederland. Voor de 38e keer werd daar de midwintermarathon gehouden. Duizenden lopers verschenen over de hele dag aan de start om verschillende afstanden te rennen. De start en finish van de marathon bevinden zich op de Lolaan. Daar waait het behoorlijk en daar hebben niet alleen de lopers last van. Met die zware wind is het voor de meeste sporters flink afzien. Ja, we hebben er even stevig aan getrokken. Het laatste stukje, ik wou binnen de 1:17 binnenkomen. Nou ja, gelukt hè. De meeste lopers gaan tot het gaatje. Zoals deze mevrouw uit Duitsland. Bij de finish aangekomen is ze flink kapot. Ja, het gaat niet zo ganz wirklich goed, maar gleich. Du bist een beetje kapot. Ja, ik ben een beetje kapot. Het was anstrengend. Veel geluk. Gelukkig worden de lopers goed opgevangen door de organisatie. Zo is er sportdrank en thee voor de atleten. U staat lekker met een dekentje en een warme kop thee? Ja. Lekker warm worden en warm blijven. Ja. Sommige lopers gaan net iets te ver. Deze man is oververmoeid. Hij wordt opgevangen door Rode Kruismedewerkers. Het meeste loopt gewoon zelf binnen. Dus als heel af en toe, ja, dan krijg je dit. Maar nou ja, daar zijn we dan ook voor. Oververmoeid, niet goed getraind of te hard gelopen. Kan gebeuren. Komt vaker voor met hardloopwedstrijden. Uiteindelijk halen ruim 9000 lopers de finish. En dat aantal is een nieuw record voor de midwintermarathon. Waarom doe je dit nou? Ja, het is een gezonde sportverslaving, zullen we zeggen. Ik loop 4 keer in de week, dus er zijn ook mensen die zeggen van hoe gek ben je. Maar
Ik voel me er lekker bij. Zeg, er zitten 70 meter hoogteverschillen in op het parcours. En daar moet je goed getraind voor zijn. En als je half getraind bent zoals ik, dan overleef je het wel. Maar houd het ook niet op. Liefhebbers van lichtklassieke muziek hebben dit weekend hun hart opgehaald in Doetinchem. 24 uur lang is er piano gespeeld door leerlingen van een muziekschool. En dat allemaal voor het goede doel. Muziekstukken waar de meesten hun vingers op zouden breken worden hier 24 uur lang non-stop gespeeld op twee vleugels in een donker muziekzaaltje. 180 leerlingen van de school spelen allemaal na elkaar hun favoriete liedje. Ik ga de Hungarian Rhapsody spelen van Liszt, omdat ik het een heel mooi stuk vind. En er zitten veel snelle dingen en zo, en ik vind het leuk om te spelen. River Flows in You. Ja, dat heb ik net geleerd en ja, het was een heel mooi dromerig stuk. De driedans van Andriessen spelen. Omdat het is een leuk stuk en er zitten veel verschillende thema's in. Het publiek stort een vrijwillige bijdrage in deze bastuba bij de ingang van de zaal. Kijk, ik vind het heel leuk, 24 uur muziek. En, dat zie je niet vaak, zoveel muziek achter elkaar en allemaal verschillende kinderen en volwassenen. En, ja, heel leuk. Ik vind het wel heel leuk en ik vind het ook echt heel leuk gedaan. En ja, alles klonk ook heel goed, dus ja, ik vond het wel echt heel leuk. De opbrengst van deze actie gaat naar Shelterbox Nederland, die tenten schenkt aan vluchtelingen. Nou, ik hoop dat we vanavond kunnen zeggen dat we een paar shelterboxen bij elkaar hebben. Vitesse heeft vanmiddag gelijk gespeeld tegen Feyenoord. In Gelredome werd het 1-1. Nadat de Arnhemmers eerst op achterstand waren gekomen, maakte Ismail Aissati uit een penalty de gelijkmaker voor Vitesse. 1-1 tegen Feyenoord. Is dat een redelijke uitslag? Ik denk gezien het spelbeeld niet. Ik denk dat we hier een overwinning moesten boeken tegen Feyenoord vandaag. En dat is jammer genoeg niet gelukt. Dat is lastig te zeggen, maar het was denk ik wel een evenwichteling. We hadden misschien iets meer betere kans dan hun. Ik denk dat iedereen tevreden is met 1-1, denk ik. Je komt 0-1 achter en dan is het nog knap dat je tegen een goed Feyenoord gewoon nog 1-1 speelt. Vorige week wonnen jullie, nu gelijk spel. Zit er een beetje stabiliteit in de ploeg nu bij jullie? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je dat er steeds meer ziet. De automatismes beginnen een beetje te komen. De looplijnen, zeg maar. Iedereen weet wat hij moet doen. Je ziet ook gewoon dat als we gewoon met z'n allen voor elkaar willen werken, dat er gewoon veel jongens er bovenuit kunnen steken. Klaas-Jan Huntelaar schept deze middenstip uit de grond van voetbalclub HC03. Zometeen ziet u waarom. Een Arnhemmer van 17 is met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin de jongen zat sloeg vanmorgen op de Utrechtse weg bij Oosterbeek over de kop. Ook de chauffeur, een man van 19 uit Reden, raakte gewond. De politie denkt dat de auto in de berm kwam, daarna tegen een betonnen muurtje botste en over de kop sloeg. De bestuurder had gedronken. Jongeren van jeugdzorginstelling De Hoenderloo-groep gaan met slagroomtaarten langs de deuren in Hoenderloo. De kinderen bezoeken honderden adressen. De instelling viert dit jaar het 160-jarig bestaan. De taart is een bedankje voor de Hoenderloers die al die tijd goede buren zijn. Aldus een woordvoerder. Buiten is het boven de 10 graden Celsius, maar in Beest ligt er sneeuw. En dat is ook nodig, want in Beest was vandaag het NK sneeuwketting omleggen. Zo'n 20 deelnemers strijden om de titel. Erik de Vaal wint in 1 minuut en 58 seconden. Hij wist in die tijd de ketting om te leggen en is daarmee dit jaar de winnaar. Nu ook op uw mobiele telefoon altijd en overal het laatste nieuws bij u in de buurt. Omroepgelderland.nl. Nu ook op uw mobiel. De oude club van topvoetballer Klaas-Jan Huntelaar, HNK uit Hoogkeppel, is gefuseerd en gaat verder als HC03. En daarom neemt de Achterhoekse club samen met de spits van Oranje afscheid van hun oude terrein in Hoogkeppel. Trappelend van ongeduld staan de jonge voetballers van voetbalclub HC03 te wachten op erelid en oudspeler van de club, topvoetballer Klaas-Jan Huntelaar. Ik vraag of ik een handtekening mag.
Best cool. Spannend. Tot gisteren speelden de jeugdelftallen op het oude veld in Hoog-Keppel. Waar ook Huntelaar als jeugdspeler is begonnen. Ja, kom! Ga naar voren! Schieten! Oh. Ja, het is toch een afsluiting van een periode in mijn leven, in mijn voetbalcarrière. Dus ik heb vanaf mijn vierde, vijfde tot mijn tiende hier gespeeld. Dus ja, dat is altijd leuk. Ja, het is leuk. Leuk dat hij er is en dat wij ook deze dingen met hem kunnen doen en zo. Dus, ja. Ik heb hem voor de rest nog nooit echt in het echt gezien, alleen op tv. En nu kregen de kinderen zelfs de kans om tegen de kont van Huntelaar te trappen. En twee. Ja! De middenstip van het oude veld in Hoog-Keppel moet mee naar het veld in Achter-Drempt. Nou, hij was redelijk zwaar, maar ik had een hele goede hulp van SME. Dus nee, het is gelukt. Okay. Het hart is nu uit het veld. En dan gaat ook het hek definitief dicht. Twee geloven onder één dak. Dat lijkt meestal een onmogelijke combinatie. Maar niet in Harderwijk. In de wijk Drielanden is het gezamenlijke kerkgebouw van de hervormde en de protestantse gemeente in gebruik genomen. Met voor één keer ook een gezamenlijke kerkdienst. Laten we met vreugde opgaan in het huis van de Heer. Want Hij is onze God. Hij is onze helper. En we zingen dan ook Psalm 100. Treed statig binnen door de poort. Twee kerken in de wijk Drielanden. Dat werd te duur. Dus kwamen de beide kerkstromingen tot één gemeenschappelijk gebouw. Het heeft wat jaren gekost, maar vandaag hebben de mensen in de wijk een nieuwe kerk. Ik vind het een prachtig gebouw. Het is een hele andere kerk als je gewend bent. Hij is niet klassiek, zelfs een beetje industrieel, maar ik vond hem echt schitterend. Nou, ik heb heel de ochtend dom lopen grijnzen, echt waar. Zo leuk vind ik het. Ik ben nog een beetje weemoedig dat ik uit de oude kerk ben. De protestanten beginnen in de nieuwbouwwijk met een tent en houden later hun dienst in een schoolgebouw. De hervormden zitten al heel lang buiten de wijk in een oud en te klein gebouw. Vandaag nemen ze er afscheid van. De belangrijke spullen gaan mee uit de school en in optocht lopen de kerkgangers naar de regenboog. Het is natuurlijk fantastisch dat je zo'n prachtig gebouw kunt maken hier. Maar aan de andere kant dat je dus ook met elkaar als afzonderlijke kerkelijke gemeentes die elkaar in het verleden behoorlijk hebben verguisd. Want die periode heb ik in 1980 ook nog meegemaakt. Dat je dus nu als broeders en zussen met elkaar optrekt en dit doet. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja. In de regenboog is vandaag voor één keer een gezamenlijke kerkdienst. Maar vanaf volgende week hebben de hervormden en de protestanten om de beurt hun eigen samenkomst. En ik bid ervoor dat we niet meer met twee diensten gaan werken, maar dat we één grote dienst hebben. Ja, dat is nog een brug te ver. We zijn al heel blij dat we inderdaad samen kunnen gaan kerken in dit gebouw en voor een deel ook samen werken. En zo langzamerhand zullen we elkaar nog beter leren kennen en waarderen. En wie weet wat er dan mogelijk zal zijn. En tot zover het nieuws van vandaag. Nu de hoogtepunten van het nieuws van de afgelopen week in ons weekoverzicht. Door de chaos in Egypte zit de borculoze Lieselore Molema vast op het vliegveld in Caïro. Echt chaos. Lieselore kan na dagen wachten toch doorvliegen naar haar eindbestemming. De Arnhemse cameraman Erik Feiten wil juist in Egypte blijven om verslag te doen. Hij wordt meerdere malen opgepakt en uiteindelijk het land uitgezet. Wij vechten en we gaan ervoor, hè? Vaste gasten van camping Nieuw Hulkenstein in Nijkerk voeren actie bij de rechtbank in Arnhem. Ze moeten plaatsmaken voor luxe bungalows en dat pikken ze niet. Slachtoffers van seksueel misbruik binnen het Don Rua-internaat in Serenberg krijgen een schadevergoeding. Een excuusbrief hebben ze al ontvangen. Hoeveel vergoeding de slachtoffers krijgen is nog niet bekend. Spekgladde wegen door IJssel zorgen voor chaos op de wegen. Tientallen ongevallen en gewonden in het ziekenhuis. Rijkswaterstaat zit met de handen in het haar. Die IJssel die komt op en daar kunnen we eigenlijk heel erg weinig aan doen. Duizenden raildempers moeten ervoor zorgen dat de geluidsoverlast voor omwonenden van het spoor verminderd wordt. De dempers moeten trillingen en lawaai door langsrazende treinen verminderen. Tijdens een grootschalige inspectie van alle dijken door het waterschap Rijn en IJssel zijn geen grote problemen gevonden als gevolg van het hoge water. De moeder van Wallaby-baby Kangi ging dood na de bevalling en daarom draagt Mattie Ubbink uit Giesbeek het diertje de hele dag met zich mee. Alsof je weer een beetje zwanger bent. En dan het weer vanuit Wageningen met Dennis Wild.
Het bleef ook vandaag weer grotendeels bewolkt in Gelderland met een stevige wind. Maar het wordt de komende weken rustiger, maar ook meer ruimte voor de zon. Het was uitermate zacht vandaag, opnieuw temperaturen in de dubbele cijfers. Dat zal ook morgen het geval zijn, want we zitten nog altijd in de warme sector, zoals we dat noemen. Aan de achterzijde van dit front wordt namelijk met een zuidwestelijke wind zachte oceaanlucht aangevoerd. En die is ook vochtig. En als je goed kijkt, zie je zo'n dunne laag met wolken boven Frankrijk en België. Als we dat dichterbij bekijken met de zichtbaar lichtfoto, dan zien we die wolken ook langzaam onze kant op komen. Maar ze breken onderweg wat op, waardoor vanavond de komende nacht plaatselijk ook opklaringen gaan voorkomen. Nou, tijdens die opklaringen, voornamelijk in het zuiden van de provincie, kan de temperatuur dalen naar een graadje of 4. Een stuk kouder dan afgelopen nacht. Maar als het bewolkt blijft, ja, dan komen de temperaturen niet veel lager uit dan zo'n 7 graden. De zuidwestelijke wind die zwakt wat af. Blijft nog aardig stevig hoor, een windkracht 3 tot 5 zelfs op de randmeren. En morgen wakkert die ook weer aan. Dan hebben we ruimte voor de zon, maar ook wolkenvelden. En die wolken worden in de loop van de dag ook meer vanuit het noordwesten. Op nadering van een storing. Nou, die storing die gaat dan in de avond ook wat regen brengen. Maar het blijft overdag droog, met dus ruimte voor de zon. De meeste zon in het oosten en zuiden van de provincie. In de Achterhoek en het rivierengebied. Naar het noorden toe, op de Veluwe, meer bewolking. Temperaturen morgen opnieuw hoog. 10 of 11 graden en een aanwakkerende zuidwestelijke wind die af en toe zelfs even weer een windkracht 6 wordt op de randmeren. Daarna dus regen in de avond, dat trekt in de nacht ook weer weg en dan krijgen we dinsdag de zon te zien. Dan wordt het een graadje of 8. Een prachtige dag. Daarna volgt een hele koude nacht naar woensdag toe met temperaturen onder het vriespunt. Het gaat dus weer licht vriezen. Mist en nevel ontstaat er in de nacht, die 's ochtends een beetje blijft hangen, maar het lost op en dan komt de zon tevoorschijn. Daarna wolkenvelden, af en toe spat regen en temperaturen nog altijd hoog. 8, 9 graden overdag en een graadje of 4 in de nacht. En tot zover het nieuws van deze zondag. U zag reportages over de wens van Barneveld voor een stoptreinverbinding tussen Apeldoorn en Amersfoort. En een record aantal deelnemers deed vandaag mee aan de Midwintermarathon in Apeldoorn. Dat was het voor nu. Ik wens u nog een fijne zondagavond.